maar helemaal wat je wil. Alleen niet stylen, want dat doe ik zelf elke dag. Kijk, ja, ja, ja. Je wilt gewoon even iets anders. Doe maar wat, doe maar wat je wil. Ja? Nou, ik ga een beetje slapen. Ja, het is niet echt een krul, maar gewoon een mee. Oké. Okay. Maar ik vond je ook leuk. Wel. Ja? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou. Iets met krullen of met... Ja? Heb je al een show gezien? Ja, ja, eerder. Gisteren ben ik al mee. Ja. Okay. Welke ga je vandaag? Ik ga naar Klaas Iversen. Ik heb Faber Catering gedaan. Dat is iets wat het haar iets stugger maakt. Ja. Zodat het ook onthoudt dat het in krul moet blijven eigenlijk. Okay. En dat moet even goed aandrogen, want je kunt haar niet krullen als het al nat is. Mm-hmm. Dus dat moet je even verdelen en droogveunen. En dan ga ik er voor extra nog even wat haar erin spuiten en dan ga ik de krul weer. Hallo! Wat heb je in je hoofd? Nou, dat wil jij niet weten, schat. Nee, dat wil jij niet weten. Het wordt... Ik ga nu een krul inzetten. En ik zet hem omlaag in. Zodat het dadelijk gewoon geen krul wordt, maar een soort van wave. Bij jou zelf. Dus even het haar voelen of het echt heet is, dan kun je het loslaten. En ik zet hem expres niet vast, omdat ik een golf wil. Ja, maar ik vind dat altijd wel leuk als iemand een keer iets anders doet. Ja. En dan moet ik eerst wachten tot hij afgekoeld is, voordat ik hem ga uitborstelen. Wat je denkt, oh ja, dat staat me wel, dus dat doe ik dan. Meest veilig. Ja, en dan is het wel leuk als ik dan gewoon eens een keer wat tof bedenk. Maar goed dat je dat wilt. Ik heb het, ja, gewoon licht krullen of maar niet maar mijn hele haar gewoon. Welke tangen gebruik je? Ik gebruik nu een Babyliss Pro-tang. Oké. Lekker stevig. Die kan tot 200 graden, dus dat gaat het veel sneller. Je moet heel lang wachten. Naar links of naar rechts.
is wel. Ja. Ja. Oh, super. Dankjewel. Ja?